Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een heel ander verhaal voorlezen. Ook van hetzelfde boekje. Maar dit gaat over de spruitjes van het verhaal van de spruitjes. Ik neem jullie mee, tot zo. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een heel ander verhaal voorlezen. Ook van hetzelfde boekje. Maar dit gaat over de spruitjes van het verhaal van de spruitjes. Ik neem jullie mee, tot zo. De spruitjes en het verhaal. Als ze thuiskomen, is papa de tafel aan het dekken. We kunnen meteen eten, zegt mama. Mama vertelt, roept Wouter. Weet je wat stelt mama voor straks voor het slapen gaan? Zal ik jullie een verhaal vertellen? Nee, nu, zegt Wouter boos. We eten spruitjes, zegt papa. Ineens is Wouter helemaal vergeten. Hoi, hoi, spruitjes, roept hij. Want hij vindt spruitjes echt super lekker. Mieke niet. Die gaat met een vies gezicht aan tafel. Aan tafel zitten. Gelukkig hoeven ze niet zoveel spruitjes te eten van mama. Als ze klaar zijn met eten, gaat Wouter onder de douche. Ook dat vindt hij heerlijk. Het water spettert alle kanten op. Terwijl hij zegt klink, klonk, klang in alle groene landen. Klink, klonk, klang. Mieke zit met een boos gezicht op de bank. In de kamer, papa komt naast haar zitten en vraagt, ben je boos om de spruitjes? Vraagt papa. En waarom nog meer? Om Wouter, die zingt zo stom, papa lacht. Van boven horen ze uit de douche weer zingen, klink, klank, klonk. Papa trekt Mieke bij zijn op schoot. Wouter is nog zo klein, zegt hij. Jij zit op school. Ik kent alle liedjes al. Wouter moet ze nog allemaal leren. Nu horen ze vanuit de badkamer klink, klank, klonk, klink, klonk, klonk, in alle grote landen. Mieke lacht ook. Klaar roept Wouter. Mama gaat naar boven om Wouter af te drogen. Heeft het babytje van Kersmus ook een slangetje? Vraagt Wouter. Mama knikt. Het was een jongetje, dus hij had ook een slang. Dus doe maar gauw je pyjamaatje aan. Zal ik over het kerstkindje vertellen? Hoi, 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 roept Wouter weer. Als Wouter in bed ligt, komen papa en mama ook naar boven. Ze gaan allemaal op het bed zitten. En dan begint mama een spannend verhaal te vertellen. Het tweede verhaaltje wat ik ga vertellen is van hetzelfde boek. En het verhaaltje heet Het babytje in een schuurtje. Heel, heel lang geleden leefde er in een land, hier ver vandaan, een arme vader en een moeder. Hoe heette ze? Vraagt Wouter. De moeder heette Maria en de vader heette Jozef. In de buik van Maria zat een babytje. Op een dag moesten vader en de moeder een heel grote reis maken, omdat moeder in het babytje in haar buik had, wilde de vader niet dat ze zo ver zou lopen. Van zijn laatste geld kocht hij een ezel en zette de moeder daarop bovenop. Wil die ezel dan dat? Vraagt Wouter. De ezel vond het best leuk. Zijn moeder op zijn rug met een babytje in haar buik. Toen ze de hele dag gelopen hadden en het al donker was,
Gingen ze op zoek naar een slaapplekje. Ze klopten aan bij een heel groot huis in een dorpje dat Bethlehem heette. Een meneer deed de deur open en vroeg: wat moet je? Heeft u misschien een plekje om te slapen? Vroeg de vader van wij zijn zo moe. Nee, zei de meneer, alles zit vol helaas. Zoek maar naar een andere slaapplaats. En met een harde klap gooide hij de deur dicht. Boom. Wouter gaat recht op de mat zitten. Hij roept, die man is stout. Stil nou, fluistert Mieke, want ze wil graag weten hoe het afloopt. Wouter trekt papa aan zijn trui en vraagt, als die mama en die papa bij ons komen, doe jij dat dan ook, Boem? Natuurlijk niet, zegt papa. Dan mogen ze meteen binnenkomen. En het babytje ook, vraagt Wouter verbaasd. En de ezel ook, tevreden klopt Wouter zijn duim in zijn mond. Ga door, zegt Mieke tegen mama. Vader, de moeder met het babytje in de buik en de ezel liep een tijdje door. Maar het werd al zo donker en donker en donkerig. Na lang zoeken vonden ze een weiland en een oud schuurtje. Ze gingen daar gauw naar binnen. Mogen ze wel in een schuurtje? Vraagt Wouter. Ja hoor, want dat schuurtje was van niemand, antwoordde mama. En dan vertelt ze verder. Toen ze licht maakten, schrokken ze wel een beetje, want er stond een grote bruine beesten met twee scherpe horens. Het leek heel veel op een koe, maar de mensen noemden het een os. Gelukkig was het een aardige os. En vond hij het best gezellig dat de mensen bij hem in bezoek kwamen. Hij ging een stukje opzij en de vader, de moeder en het babytje in de buik en de ezel gingen lekker naar het warme strolicht slapen. Midden in de winternacht maakte de moeder vader wakker. Jozef, zei ze, ik geloof dat ons kindje geboren wordt. De vader maakte een gauw kruisje aan. En even later kwam het babytje naar buiten, uit de buik van Maria. Wouter vraagt, net als bij kleine poesjes. Net als bij poesjes, antwoordt mama. Doet het pijn? Een heel klein beetje, zei mama. Dan is het goed, zei Wouter tevreden. Mieke wil nog iets vragen. Is het allemaal echt gebeurd, mama? Mama denkt even na, dan zegt ze. Movie laten. Mensen die zeggen dat het echt gebeurd is. En andere mensen zeggen dat het een heel oud verhaal is. Een mooi verhaal, zegt Mieke. Vertel nou, roept Wouter. Je begrijpt dat vader en de moeder heel blij waren. De moeder deed een grote warme doek om het babytje heen. De vader ging op zoek naar een wiegje. In het hoek van de schuur vond hij een hele oude bakje, waarin het eten lag voor de os. Die os vond het natuurlijk goed dat het babytje zo lang in het etenbak werd gelegd. De vader deed er wat strooi in en even later zaten ze allemaal om het kindje heen. Maria, Jozef, de ezel, de os. Ze noemden het babytje Jezus. De vader en de moeder wilden graag dat als Jezus groot zou worden, dat hij voor alle mensen zou helpen om vrienden te worden. De os, de ezel waren ook blij dat Jezus geboren was. Want zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Wilden ze Jezus niet opeten? Vroeg Wouter. Ze vonden het babytje heel erg lief en ze gingen dicht bij hem staan en bliezen met hun adem
fijne verwarme lucht over Jezus heen, zodat hij niet koud kreeg. Toen werd hij zachtjes op de deur geklopt. Jozef deed open. Er stonden een paar herders voor de deur. Die waren bij hun schaapjes in Weiland kwamen ze even kijken. Ik weet een liedje van de herdersgroep Mieke, van de juf geleerd. Van de juf geleerd, zeg, zing maar uw papa. En dan zingt Mieke zacht. De herdertjes lagen bij nachten, ze lagen vannacht in het veld. Zij hielden voor het trouwen te wachten, zij hadden hun schaapjes geteld. Hier zien we dat ze op bezoek gingen. Toen hoorden ze engels lief, hun liederen vloeien en klaar. De herders naar Bethlehem gingen, diep tegen het nieuwe jaar. Toen zij uit de Bethlehem kwamen, toen schoten die stralen doorheen. De straal van omhoog vernamen, de straal uit het kerkje beneden. Toen vlamde er straal uit de ogen en viel op het kinderke neer. Zij stonden de schijners bewogen en knielden bij Jezus neer. Wouter klapt in zijn handen en hij vindt het liedje heel erg mooi. Nog een keer, roept Wouter. Ik weet nog een ander liedje, zegt mama. Het liedje dat Maria zong. Als mama begint te zingen, doet Mieke mee. Dan zeg ik het liedje ook. Hoe leidt het kind hier in de kou? Ziet hoe alles zijn lettertjes begeven. Even ziet eens tot weet en krijgt van de rouw. Na 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 na, kinderke dicht. Hij zwijgt zo stil, zus krijgt het meer. Als ze klaar zijn met zingen, zien dat ze Wouter in slaap is gevallen. Hij heeft de duim in zijn mond en zijn beer in zijn armen. Ons babytje slaapt, fluistert papa. Op het tenen sluipen ze naar uit de kamer. Mieke gaat ook naar bed. Ze krijgt nog een dikke schoen van haar vader en moeder. Ze slaapt heel snel en droomt van babytje in de schuur. Het verhaal dat ik ga voorlezen. Er is een kinderke geworden. Als Mieke de volgende dag uit school komt, zit Wouter midden in de kamer op de grond, staat een schoenendoos. In die schoenendoos ligt zijn beer. En naast daar Wouter zijn drie wielen en er zijn paard dat hij van Sinterklaas heeft gekregen. Ik was de moeder. Ik was de moeder en jij de vader, zegt hij. Mijn fiets was een ezel en het paard en is de os. Dan gaat hij naast de doos zitten en roept tegen Mieke, vader, vader, ik heb een babytje. Hij pakt de beer uit zijn doos en hij zegt, hallo Jezus, en geeft de beer de zoen. Mieke blijft op de bank zitten. Kom dan, vader, zegt Wouter. Ik wil geen vader zijn, antwoordt Mieke. Ik wil een moeder zijn. Ik was de moeder, riep Wouter. Dat kan niet, zei Mieke. Jongens, kunnen jullie geen moeder zijn? Jawel hoor, alle mensen kunnen moeder zijn, zegt Wouter. En hij gaat op de fiets zitten, met een beer onder zijn arm. Rijdt hij de kamer uit, terwijl hij roept, de moeder gaat lekker weg met Jezus op de ezel, boodschappen doen. Mieke staat op, hij loopt de gang in de gang. Ik heb vandaag een nieuw liedje geleerd op school, zegt ze.
Wouter draait zijn stuur om en race de kamer binnen. Hij legt zijn baby in de doos. Jij was de moeder, jij zingt voor het babytje, zegt hij. Mieke gaat op de beer, bij de beer zitten op de grond en zingt. Er is een kindje geboren op aarde, er is een kindje geboren op aarde. Het kwam op de aarde voor ons allemaal, het kwam op de aarde voor ons allemaal. Er is een kindje geboren op aarde, er is een kindje geboren op aarde. Het kwam op de aarde en had nog geen huis, kwam op de aarde had ook nog geen huis. Als Mieke bijna klaar is met zingen, komt mama de kamer binnen. Ze fluistert naar het liedje. En als het uit is, klapt ze in haar handen. Mooi hoor. Zegt ze. En nu heb ik een verrassing. We gaan een kerstboom kopen. Jassen aan kinderen, mutsen op, want het is koud buiten. Wouter en Mieke dansen naar de gang. En kleden zich aan. Lekker warm. Vonden jullie dit nou een leuke video? Like en deel hem dan vergaf. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!